Rogue Legion en welkom bij mijn nieuwe part van Far Cry 4. We gaan op zoek naar een shipment die verloren is gegaan. En ik vind het ook cool dat op die sneeuwscooter je merkt echt een verschil tussen ijs en sneeuw. Want we reden net heel even op ijs daar. En dat rijdt echt zo totaal anders. Oh. Dat was wellicht niet helemaal heel slim. Waarom zegt hij wingsuit? Game. Hoe lang blijf je die melding wingsuit nog even? Ja, we hebben oxygen opgepakt. Oh, what the fuck? Oké. Nog meer oxygen. We moeten echt... Ja, auw. What was in here? Dank u. Wat was waar? Dat weet ik niet. Allright, volgende sneeuwscooters. Ah, kut, eigenlijk hè. Dit is echt zo'n once in a lifetime ding waarschijnlijk. Om al die fucking kisten te openen. Ben ik bang. Dat zou nog eens heel goed kunnen, dat we hierna er niet meer naartoe kunnen. Zo zie ik die game nog wel eens zijn. Om heel erg te zijn. We kunnen het hier op de map ook niet zien. Maar we hebben één skill, dus dat boeit niet zoveel. Maar volgens mij is dit echt zo'n eenmalig iets. Dus als we het nou niet doen, maar dan kunnen we het nooit meer. Dan kan ik beter heel even iets... Oh, hi. Oh ja, we zullen zo gaan doen. Laat jij maar lekker aan de grond, jongen. Oh, wolven. Mooi. Daar zijn veel dingen dood. Dat gaat hard. Nou, ik ben zeker dat we genoeg Tibetaanse wolven hebben nu. Lijkt me. Oh, dat moet echt zeer doen trouwens. Maar dat is goed, het is wel een double skin. We krijgen double skins ook nog. Oh nee, dat was geen clean kill zo te zien. Nou, we gaan ons even... Oh, fuck. Healen wou ik zeggen, maar... Niet zoals gepland. We zitten onder de map te kijken. Wat kan en mooi is. Dat was echt het begin. Leaving mission zone. Oké, dus verder die kant op mogen we sowieso niet. Pakken we alweer een gele mee. We pakken wel een Bumblebee scooter mee. Ik denk dat ik de kistjes verder ook wel heb gepakt. Om ergens aan. Hoop ik. We gaan nu naar de andere shipment toe. Met een LMG vast in onze hand graag. Ik vind dat het handig is. Waarom vermoed ik dat hier wolven zijn? Of een beer of zo. Een beer. Hi Bear. Oh, motherfucker. Ren! Auw!
Oké, dat is ook nog niet genoeg. Heel. Weer een medkit ding. Haha, eindelijk. We hebben nou wel een double skin. Ondanks al dat gekloot met die fucking beer. Hebben we nou wel twee beren vachten. Wat altijd handig kan zijn, dat plup is wel strontiet, dat moet ik zeggen. Maar dat is voor die dude, neem ik aan. Dat geluid echoot hier ook zo raar, jongen. God damn it. It's empty. God damn it. Die lieve beer. Zo'n lief beertje ook. Alright, laatste shipment, denk ik. Oh nee. Ah, is dit de vierde shipment? Waar we nou naartoe gaan. Dat is wel cool. Ben ik per ongeluk de goede kant op gelopen? Ook nog helemaal. Ah, we moeten wel deze kant op. Maar dan hier naar boven. Dadelijk. Ik vind het allemaal wel. Zijn er. Ik weet dat de tracking device aan het responden is, game. Hoef je me niet elke keer te vertellen. Het is die kant op, dat zie ik ook. Ah. Waar is die heen gaat? Oh, daar. Fuck. Yeah, maar wel een double skin. Van een clouded snow leopard, denk ik. Gewoon een snow leopard, dat mag ook. Ook goed genoeg. Oh, echt jongen, dat ding. Dat doe je tippen echt als een motherfucker. Oh, echt helemaal gek van, jongen. Van dat geluid. Oh god. Ik hoor jou wel, kutvol. Kutvol, ik was bezig. Waar is die kutvogel? Kom nou, kom maar. Wil jij komen? Dat mag. Bam, bitch. Net zoals de vorige keer. Dat jij mij aan wou vallen. Ah, die is ook dood. Mooi, mooi. Nog een dubbele snow leopard skin. Ik weet alleen dat we rondjes aan het lopen zijn en dat we daar naar boven moeten. Dus dat gaan we ook doen. We gaan klimmen, we hebben veel laat vermoord, dus dat is goed. Hier is meneer. Die we zoeken. Voor de shipment. Hebben we eindelijk dan gevonden wat we zoeken. But if it's not weapons, why did he send me here? Dat is een goede vraag eigenlijk. Waarom heeft de pastoor ons hier naartoe gestuurd? Waarom, meneer pastoor? Volgens mij willen we hier niet vanaf kalen. Ja, al wel. Ah, vrijwel zeker van niet halen, man. Kunnen we ook naar beneden grappelen dan? Of we überhaupt naar beneden gaan? Niet al te enthousiast, dank u. Ja, dat kunnen we. Nice, nice. Oh, mooi. Ja.
Want dit scheelt natuurlijk weer een stukje lopen of iets dagelijks, neem ik aan. We hebben een checkpoint, is goed. Lijkt mij. Ah, hier zijn we bij die lake. We gaan even de sneeuwscooter weer ophalen. Onze Bumblebee sneeuwscooter. Oh nee. Zeker niet. Wauw, dat was gewoon een 360 vliegend. Wat? Dat was een 360 vliegen in het rond met de sneeuwscooter kill. Die was best wel cool om ergens aan. Zit jij erachter te houden? Ja. Dat zit jij. Ah, nog even healen. Zodat we in ieder geval volledig HP hebben. Daar worden we sowieso blij van. En nu alleen nog naar boven. Was te verwachten aangezien we ook een checkpoint krijgen dat het sowieso iets zou zijn. Hi. Wauw, dat was een beetje niet accuraat. Mee eens? Oeh, een RPG. Die jongen wou maar gewoon killen met een RPG, vallen bitch. Dat doe je toch niet? Waarom zou je iemand willen killen met een RPG? Ongehoord. Klimmen. AJ. Fijn dat hier zoveel mensen zijn trouwens. Hier moet ook nog een kistje aan. Ah, nog een kistje. Die we nog niet hadden geloot. Dat is wel slecht hè, dat ik zoveel kistje ben vergeten. Wow! Dat was een RPG op onze bakkes. Dat was wel heel enthousiast. Fucking RPG jongen. Welke mogol heeft dat bedacht om naar binnen te schieten? Fucking hell. Uh-oh. Ah, but I will never... Oh, jij hebt die RPG. Was jouw geweldige plan om die RPG naar binnen te schieten? Mondol. Dat was echt zo dom om te doen. Ah, maar we hebben alles overleefd, dus dat is goed. Ik ben alleen benieuwd wat we mee hebben. In een pakje, zeg maar, wat het is. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ah, daar hebben we die jongen weer. Hallo. Ik wil graag weer terug, dank u. Vindt hij niet meer leuk, het is koud. Bleh. One surprisingly small box, as requested. I thought it was gonna be a weapon shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. Wat? They lied to you. You know this. People call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans call it business. Oh my fucking god. Business, AJ. Terrible business. I was saved by a bullet to the head. It killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. But that bullet, it made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in. Ik denk eerder dat Ebola door het gat naar binnen is gekomen, jongen. So those diamonds. Leviticus 17:11. For it is the blood that makes an atonement for the soul. These are remnants.
of my past transgressions. Jongen, hop de sun. Steek dat ding in je reet. Laat maar met rust en bel mij nooit weer. Dat had ik gezegd. Maar ja, AJ is iets vriendelijker. They will have them. And better. Go. Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the Blue is preparing a large shipment of opium at the OT factory. Wait, opium? Another terrible business, AJ. Now go and tell them. And when you are finished, come see me. For the Lord's work is never done. Ja, dikke fucking vinger. Ik haat die dude. Echt hard. Wat een eikelbijter. Oké. Even kijken, waar gaan we naartoe? Dat is Bear Country. Herc, kunnen we wel gaan doen. Daar hebben we even niet wat aan. Maar ik wil niet nog een fucking missie verlangen. Wie is B? Badra. Oké, dat meisje. Barbara noemde ik die. We hebben dus een missie voor Barbara eventueel. We moeten die 4 outposts moeten we ook nog hebben. Dan hebben we alle outposts hier. Oké. Hier mogen we niet naartoe, want we mochten niet naar het noorden toe helaas, want dan moest via die brug. Anders zouden we doodgaan, of weet ik wat het allemaal was. We gaan fast travel naar Banapur. En dan gaan we een missie doen voor Barbara. Ik heb geen zin om nog een missie te doen voor die fucking Longinus Ebola priester, jongen. Fucking hell. Ik word echt helemaal verdrietig van die gast. MO signatures. Ik had een credit, maar dat duurt nog wel even. The Warrior. Wat moet je doen voor die dingen? Outpost, ja. De Bull, dat was een mooie shotgun toen. Wow, de Ripper. Zitten wel leuke wapens tussen trouwens. Ik kan een RPG kopen, maar zie ik er nut niet echt van in. Oh wacht, zou dit gewoon een Longinus quest zijn nu dan? Gewoon een soort sidequest. Dat zou perfect zijn, want dan ga ik ze lekker allemaal niet doen. Want fuck Longinus. Och. Die gasten hier hebben me echt mateloos. Nee, dit is ook allemaal bell towers. Dit ding lijkt me ook nog wel chill eigenlijk. Ik weet niet waarom. Maar die lijkt me nog wel fijn. Customize. Dus even kijken hoe kunnen we de customize. Ah, nou, dan moeten we eerst zo doen. Yes. Wat kunnen we customize dan? Sound suppressor. Volgens mij is dit een soort M14. Voor zover ik het zie. We kunnen er wel een optical sight op zetten, een reflex of een ander ding. We kunnen er wel een leuke gun van maken. Maar er moet één van de andere dingen weg, zoals de crossbow en shit. Of de crossbow, de recurve bow. Maar de recurve bow vind ik zo chill. Dat is een probleem. Sniper vind ik eigenlijk om heel erg te zijn iets minder. We gaan wel eens voor deze. Eens kijken wat het is. Of het wel of niet bevalt. Gooi er ook wel een suppressor op. Warpaint. Doen we niet. Want fuck painten. Nou, ik weet dat we die hebben unlocked. Maar ik ben benieuwd hoe dat wapen zich gaat houden. Of het voldoet aan alle wensen. We gaan naar Barbara toe. Dit is dat nieuwe wapen volgens mij. Yep. Maar ik mag hem nog niet equippen, omdat we nog te dicht bij Banapur in de buurt zijn. Hij ziet er mooi uit, ze zeggen M14, over fucking dadelijk. Yep, hij klinkt lekker. Hebben we die silencer er niet op? Voor mij hebben we die silencer er niet op. Want anders dan zou hij toch wel iets zachter klinken, game. In plaats van kapow, kapoe!
achtig dingen. Kapoei klinkt echt als Awimbowee. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat echt zo op die manier klinken. Awimbowee, Awimbowee, Kapoe, Kapoe. Op zo'n manier. Maar dat ben ik natuurlijk, hè. We zijn bijna bij Barbara. Oh kijk, mooie witte plantjes. Oei. Het is wel leuk om af en toe van een berg af te glijden. Maar ik denk dat het ding wel fijn is, want ik vind... verschil per game, maar over het algemeen vind ik Bolt Action Rifles nog best wel fijn om mee te spelen. Omdat ze vaak wel heel veel damage hebben. Maar we zullen even kijken wat bij Barbara het probleem is. Eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Ja, daar heb je goed punten, dat heb ik ook niet gezien. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Zij heeft hele mooie ogen trouwens. Would be different now, if he died fighting. Hele sprekende ogen. He was murdered. Murdered? Oh wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noor now. Wie de fuck is Noor? Maar zij heeft echt hele mooie ogen. Maar dat heeft Amita ook. Dat is haar moeder. Als het goed is. Denk ik. Volgens mij tenminste. Volgens mij ik begrijp is Amita haar moeder. Of haar zus misschien. Maar ik weet niet. Het klinkt. Of dat klinkt. Het klinkt misschien een beetje raar dat ik het op die manier zeg. Maar zij heeft gewoon echt hele mooie rare sprekende ogen. Ze echt felgroen of zo. Ik weet niet. Ik vind het wel mooi. Maar wij gaan dus naar ons huis toe. Dat hebben we gezien blijkbaar. Dat is een unknown location. Ik weet niet waar we heen moeten. To the east side, toch? Dan is dat hier ergens. Golden Path missie. Dat moeten we gaan doen. De Golden Path missie. Wat is Y? Yogi en Reki. Wie de fuck zijn Yogi en Reki, jongen? Ah ja, we gaan neushoorn hunten. We moeten namelijk nog een neushoorn gaan hunten. Dat is een van de dieren die we nog niet hebben gehunt namelijk. Wow, dit ding staat ineens snel op. Wat is er mis met dit ding? A bit cliche now, I suppose. Hopstar. If the dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? Let's see how much Kanye is going for. Ooh. Even ademhalen. Adem in, adem uit, adem in, adem uit. Ja, ja, ik ga naar boven. Ik ga naar boven. Kalm. Het komt allemaal goed. Ik weet niet wat we hier nog meer moeten vinden of zoeken, maar... Oké. Dat zal ook wel. Ah, we doen nog steeds fucking demonfish vinden, maar ik weet niet waar de fuck waar demonfish moeten vinden. Ik weet wel dat we hier ergens een neus op moeten kunnen vinden volgens mij. Oh, verder naar links. Ongeveer hier, vermoed ik. Hi, unicorn. Hey, dikke unicorn, kom eens hier. Of zullen die vogels blauw maken? Dat klinkt wel als een gevecht met een neus, hoor. Oh nee, laat maar. Dat klinkt niet als een gevecht met een neus, hoor.
Ik ben benieuwd waar de dikke unicorn is. Hij moet wel ergens zijn, namelijk. En wat ik daarna wil gaan doen trouwens, voor de duidelijkheid. Na de dikke neushoorn. Wil ik naar deze dingen toe gaan. Dan gaan we even weer outpost pakken namelijk. Puur omdat het fijner is. Dus wat ik ga doen is even neushoorn hunten. En dan naar deze vier outposts toe. En dan is dit hele gebied namelijk van ons zonder geklot en gezeur, maar. Als je snapt wat ik bedoel. We moeten daar naartoe. Naar die fucking monastery. Of we gaan even naar Yogi en Reggie. Ik zou bij god niet weten wie Yogi en Reggie zijn. Want ik moet alleen met Yogi of Yogi moet ik denken aan Yogi Bear. Van vroeger in principe. Er is ook een film van, een recente film trouwens. Die was wel fucking episch, vond ik. Maar... ik aan Yogi denk, dan moet ik daar aan denken. Oeh, motherfuckers. Ja, blijf daar maar staan inderdaad. Dat is heel slim dom. Dat is eigenlijk waar de fuck moet ik skinnen. Niet dat ik hiervoor ging. Ik ging natuurlijk voor een neushoorn, maar een sandbar erbij maakt het niet uit. Maar dat is dus de planning voor de volgende part, dus dat gaan we doen. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Als je zin in hebt, laat het even weten in de comments. Dan zie ik weer in de volgende video. Laters!